Om uitspraken te kunnen doen over de effecten van bijvoorbeeld een behandeling, moeten doorgaans tenminste twee groepen met elkaar worden vergeleken. De ene groep krijgt de behandeling en de andere groep niet. Na verloop van tijd worden in beide groepen gezondheidsuitkomsten gemeten, bijvoorbeeld het aantal deelnemers dat is komen te overlijden. Alleen als de twee groepen volkomen identiek zijn, is een verschil in mortaliteit tussen de twee groepen toe te schrijven aan dat ene aspect waarop de twee groepen verschillen, namelijk de behandeling. Maar stel nu dat de groepen niet alleen verschillen ten aanzien van de behandeling, maar dat er in de ene groep ook veel meer rokers zitten dan in de andere groep. Komt een verschil in mortaliteit tussen de twee groepen nu door de behandeling of doordat er meer rokers in de ene groep zitten? In deze situatie is er sprake van confounding. Het effect van de behandeling wordt deels of zelfs volledig verward met het effect van roken. Als we alleen geïnteresseerd zijn in het effect van de behandeling. Werkt het verstorend als het aantal rokers in de twee groepen niet gelijk is? En hetzelfde geldt als bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd niet hetzelfde is in de twee groepen, of het aandeel mannen en vrouwen. Wanneer karakteristieken die van invloed zijn op het eindpunt niet gelijk zijn tussen de behandelgroepen, kan er sprake zijn van confounding. Het waargenomen effect van de behandeling is dan doorgaans niet een goede afspiegeling van het echte effect van de behandeling.